Zo, dat was het, hè. Geweldig, geweldig, Stevie Wonder. Jij doet ook nog wat aan goede doelen, Gert-Jan. Ja, nou ja, ik steun een project. Dat heet Chef Streken. Chef Streken is van mijn... Ik heb daarvoor altijd bij de juniorkamer gezeten. Daar ben ik geen lid meer van. En ze hebben afgelopen jaar hebben ze een supergoed doel opgezet. En dat heet Chef Streken. En het steunt de voedselbank in deze omgeving. Mm-hmm. En daar doen alle lokale leveranciers en restaurants doen er allemaal mee. En dat is eigenlijk een kookboek. Allemaal recepten. Fantastisch mooie foto's staan er ook in. En dat boek kun je kopen voor €15. En daar gaat de opbrengst eigenlijk van naar de voedselbank. En dat is een hartstikke leuk doel. En wat heb ik daarmee gedaan? Buiten het feit dat ik het nu hier zit te promoten natuurlijk. is er natuurlijk ook, dat boek is gelanceerd. En ik heb tijdens die avond heb ik de muziek geregeld. En dus zodoende. Ja. En er zitten een hoop bevriende horeca collega's staan ook in het boek. Dus hartstikke leuk. Je hebt er zelf wat aan en superleuk voor de voedselbank. Ja, het zijn ook regionale producten. Hè? Ja, klopt. Want ik ken het boek goed. Ja, nou, dat is mooi. En ik wil het van harte aanbevelen aan iedereen. Dus dat werkt goed. Ja, en dat is de voedselbank hier in gewoon de hele Food Valley. De Food Valley, ja. We zitten natuurlijk hier in de Food Valley. En dus dat is van dat strekt zich uit van Ede, Veenendaal, Wageningen. Ja. Ja, dus daar in deze omgeving. Tot Barneveld. Ja, tot Barneveld en Renen. Dus alle horecaondernemers en streekleveranciers doen daar aan mee. Ja. Dus en allemaal een verhaaltje. En, leuk. Wij gaan naar het volgende nummer luisteren. Hier komt Sister Sledge met We Are Family.